Ja, prima. Hoi, dag. Hier, achter mij. Laat ik wat zeggen? Laat ik wat zeggen? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Ik ben Niels. En ik ben Martijn en welkom bij de grote Gierige Gastenrace. Want wij gaan vandaag racen. We moeten van het Schiphol naar het Leidseplein komen. En we moeten 3 vervoersmiddelen gebruiken. Ja, dat is zo snel mogelijk. Ik denk dat we het beste de boel in 2 teams kunnen verdelen. Ik ga met Joost. Ik ga met jullie eens. Doei. Later. Oké, pas. Oké, Leidseplein. Trein. Ja, doe trein. We mogen niet betalen. Kijk hier. Amsterdam Centraal. Half uur vertraagd, hè? Ja, maar dus we moeten nu heel lang wachten. We kunnen beter naar Amsterdam Zuid. Ik ga het nu, over 1 minuut. We gaan over de wc, stoppen of gaan we. Oké, daar stappen ze er in. Ja. En dan die gaan we helemaal aan de andere kant. Eet door. Yes. This is the train to Amsterdam Zuid. Very good English. We gaan even via een auto. Dus dan moeten we nu meteen naar de parkeerplaats. We gaan naar de parkeerplaats. Ja. We moeten 3 verschillende dingen, hè? Ja. Eerst vervoersmiddel. Oké. Duw me voort. Ja. Yay. Dat is het eerste vervoersmiddel. Ga naar de P. Al 1 vervoersmiddel gehad. We gaan nu kijken bij de parking of iemand ons een lift aan kan bieden. Naar Amsterdam. Naar Amsterdam. Heb je geen dubbele bodem? Nee, juist. Dat is kut. We kunnen geen kant op, zijn niet gevangen. Als ons pad we pakken, soms werken we niet. Moeten we niet op de wc stoppen dan? Ik weet niet, ik heb hier geen gevoel, goed gevoel bij, juist? Ja, nee, ik vind het zo'n glans trouwens. Het is gewoon even zo. Is het eruit? Ik wil eruit. We zitten nu gevangen. Nu. We zijn helemaal achteraan en daar wachten we op. Doe dat. Hoe zullen zij gaan? Zullen zij met de trein of bus gaan? Ik denk wel. Ja. Martijn gaat natuurlijk weer zwart rijden, wat hij altijd doet in zijn vrije tijd. Zijn hobby. Liften. Hoe zullen we die insteken? Ja, we moeten even... Zullen we zeggen dat we meedoen aan een programma? Ja. Dat we helemaal vanuit Oslo hier naartoe zijn gekomen. Met het vliegtuig, het laatste met gedeelte. En we moeten nog naar Leidseplein. Ja. Zij zijn volgens mij niet naar binnen gegaan. Dus ze zijn sowieso naar de bus gegaan. Maar als zij die bus binnenkomen zonder te betalen... Dan zijn ze, Vet snel op het Leidseplein. Die bus is er in een half uur. Dus onze auto moet al sneller zijn. Ja. Oké, is die een wc? Hier is het geen wc. Weet je hoe lang deze trein naar de overkant? Zo binnen 5 minuten. 5 minuten is het al. Laten we even lekker gaan zitten. We moeten wel een teamnaam hebben. Ja, team... Mario. Mario. De Mario. Team Mario. De Mayo. Team Mario. De Mayo. Volgens mij gaan wij best wel snel nu al. Iets te snel. Mario. Ja, maar... Allebei 3 letters. Of allebei 2 letters, Mayo. Lopen we nu goed? Oké, is gewoon team Mayo. Oké, nog 1 minuut en dan zijn we er. Niet gepakt, niet gerond dan, ja. Oké, we zijn er. We zijn opzij, we kunnen naar de metro. Hop. We gaan hier doorheen. We zitten opgesloten. We komen hier uit. Mogen we met jou mee? Helaas. Oh, nee, daar gaan wij niet heen ook. Nee, shit. Oké, helaas. Succes, man. Ja, thanks. Heel slim geweest. We hadden beter die kiss and ride kunnen doen. We hebben nu al een zware vertraging opgelopen. Ja. Ja, of we kunnen die bus proberen te sneaken binnen te gaan. Bus toch? Het is kut ook, want die mensen die zijn natuurlijk... Die komen net terug van een reis. Ja. Die hebben helemaal geen zin in dit gezeik. Nee, dit is helemaal kut. Die willen gewoon lekker wegrijden. Ik zou ook zeggen dat ik niet naar Amsterdam Leidseplein moet. Ja, je moet wel je saldo opladen natuurlijk. Ik vind het tot nu toe het allerspannendste item wat wij ooit hebben gedaan. 22 minuten. Nee, we gaan over 3 minuten. Ja, dat zeg ik. Ja, wij gaan het winnen. Wij gaan het keihard winnen. Paardje, ja. We zijn aan de wedstrijd. We moeten snel mogelijk van Schiphol naar Leidseplein komen. Nee, dat gaat niet. Sorry, succes. Thanks. We moeten toch een andere manier gaan verzinnen, hè? En die bus? Niet betalen. Gewoon bam. Ja, bam. Gewoon fuck it. Ja. Oké. Maar nu zijn de metro. We moeten er bij Centraal uit. Dan pakken we daar de tram naar Leidse. Maar dat wordt dan een probleem, want Centraal is vaak wel goed. Verder met de Porsche. Hey, Julius. Gaat het ermee?
hoor Schiphol nog steeds. Ja, ik hoor dat wordt net opgeroepen, Jeert. Ja, zij zitten gewoon op Schiphol. Serieus? Hoe dan? Ik geloof het niet. Maar je hoort het opgeroepen, toch? Ja, het zou kunnen zijn dat het een trein was die dan omriep. We komen van Schiphol. Ja, dat roepen ze niet op, Martijn. Bart, een hand juist. Ik denk oprecht dat we moeten rennen. Rennen is plan best. Ja, wat is plan A? Plan A is dat het gewoon lukt. Dat is plan A. Oké, okay. Moet ik wel een beetje de drukte in. Spannend! We moeten dus in de menigte vallen. Ja, klopt. Land in de menigte. Gelukkig vallen we niet op in deze kamer. Zo, hier is er dan. Ja, maar hij ziet er totaal niet fit uit. Wie ben je er aan? Je hebt hier zo'n gezin in, juist. Ik zie nog niemand. Ik zie nog helemaal niemand. Ik zie ook niemand. Oh, jawel. Nee, achter mij. Kan ik wat zeggen? Kan ik wat zeggen? Zeg je wat? Sukkel! Hey, maar Marty, we hebben nu twee trajecten gehad. Nog eentje naar Leidseplein. Ja, trammetje. Ik weet een trucje hoe wij misschien wel gratis met de tram mee mogen. Hé, hey, achterin, achterin, achterin. Ja. Stap achterin. Leidje. Ja toch? Ja. Yo, we weten nog steeds niet of we in een goede bus zitten. Zag jij hier staan van Leidje? Weet u toevallig waar deze naartoe gaat? Van deze naar Leidseplein? Ja, toch? Ja? Ja, dan gaat hij naar het Oh, dan gaat hij naar het Leidseplein. Top. Ja, dat zit goed. Zit helemaal goed. We zijn geen busmannen. Nee, we zijn geen busmannen. Dan komen we uit op het Leidseplein. Maar het kan ook zijn dat zij deze ook hebben gepakt, hè? Ja, misschien hebben zij een bus hiervoor. Nee, ja, zij renden wel naar buiten en wij renden meteen naar binnen. Maar wij hebben al één vervoersmiddel extra gedaan. Dus zij moeten, denk ik, nog twee vervoersmiddelen. En wij nog één. Dus wij moeten eigenlijk meteen of in de taxi stappen, vragen of die 1 meter kan rijden. Ja. Of een fietser aanhouden. En gewoon achterop springen. Ja. Ja, we nemen het geluidje op bij een andere tram. Dat piep piep. En die slaan we op de telefoon, die spelen we af bij de tram die wij nodig hebben. Hier is de tram, ga kijken of iemand in ze. Joost, pak hem! Pak hem! Hier. Hij is wel heel erg zacht, man. Hey, stop! Hij is heel erg zacht! Dit gaat nooit werken, dit. Oké, waar zouden jullie zo nu zijn? Die zouden nu wel weg zijn van Schiphol, toch? Die zullen wel onderweg zijn, nu. Oké, maar als je eenmaal weg bent van Schiphol, ben je er gewoon best snel. Dus laten we wel gaan opschieten. Dan de tram aan het wachten, juist. We kunnen dit niet sneller doen dan wat we nu doen. Ik gok erop dat zij de trein hebben gepakt. En dan moeten ze naar Amsterdam-Zuid. Of Centraal, kan ook. Of Centraal. Ja. En vanaf daar de tram pakken. Deze, kom aan. Ja, prima. Nou, er gaat geen landverkant meer aan boeien. Dat zit me aan dit. Maar hij gaat het echt ontspannen. Ja, dit gaat maar we hebben nog niks van ze gehoord, dus ze zijn er in ieder geval nog niet. Wij zijn er over 7 minuten al. Ja. Dat is echt te ziek. Oké, okay, gaan we. Joost. En de rest. Oei! Dat ging soepel. Dat ging heel soepel. Oké, hier moeten we uit, hier moeten we uit. Rennen. Leidseplein, ja, wat, ik moet van Schiphol snel naar Leidseplein komen. Ja, maar Leidseplein staat ja, ja, dat is daar, maar ik heb nog één vervoersmiddel nodig. Oké. Ja? Ja. Nee, stop. Topper. We gaan hem winnen. Hey! Yes! En nog geen Martijn en Joost te kennen. Ga jij even een knuffel geven. Dank je. Joh, laten we maar even een fotootje maken. Ja. En die opsturen naar Joost en Martijn. Lachen. Trots op houden. Je krijgt een appje van Niels. Ja, daar. Die zag ik dus totaal niet aankomen. Je hebt zo even vals gespeeld. Dit kan niet aan, wat doe je dan? We zijn echt letterlijk 2 minuten bij dat het lijst blijft. 2 minuten. Yes. Goed vanaf het lijstje. Ja, we hebben het wel sneaky gedaan, hè? Ja. We hebben dus een rolstoel hebben gebruikt. Ja, 1 meter. We hebben een bus gebruikt en we hebben een fiets 10 meter gebruikt. Ja, wij hebben het gewoon het beste en slimst aangepakt.
Zij zijn waarschijnlijk gaan treinen, metro, tram. Ja, je moet gewoon slimmer nadenken. Ah, ik zie ook die grijs op zijn gezicht al, hè. Waar zitten ze dan? Ja, daar. Daar zit dat mormel. Zet die niet zitten. En we zijn op Leidse aangekomen. Fuck you, man. Dat kan niet. We hebben een eindsprint getrokken? Niet normaal. Hoe dan? Wij hebben een niet normaal eindsprint. Maar wat de fuck heb je gedaan dan? God, toen ik jullie aan de telefoon had, waren jullie nog op Schiphol. Ja, toch? Ja, toch? Ja, played us, guys. Well played. Thanks, ja. Thanks. Goed gedaan. Jullie een chapeau. En een boekli. Vond je nou een leuke video? Vergeet niet te abonneren als je dat niet hebt gedaan. En like ze ook eens op Instamedia. Instamemes. Gewoon op alle social media. Instamedia. Ja. Dat. Oh ja, en als je zelf ook een wens hebt, dan kun je die altijd insturen via Instagram of Twitter. En dan moet je gebruiken. Hashtag Gierigassen. Zien we volgende week weer. Tot later. Later.